Wie vanuit een andere club zou jullie nou eigenlijk bij jullie club willen hebben? Ik geloof dat Anko Verkraai die kan wel redelijk snel plakken. Dus Anko, kom maar bij ons. Ja, dat is duidelijk. Schelly, ja. Waarom? Joep? Ja, een van de beste bouwers in het Moesland. De buren, Bas en Schelly. Bas en Schelly. Ja, dan hebben ze ook een club die wel kon bouwen. Dus misschien willen we ook wel... We kunnen maar ook thuis blijven. We gaan naar de volgende club. We gaan naar Chloré Quats toe. We zijn dus in de bouwschuur bij Chloré Quats. En die hebben weer iets bijzonders gemaakt. Gij zult niet hoger bouwen dan 7,5 meter. We zullen je niet op de vingers kijken, maar dit is toch wel heel dichtbij gehaald. Het is 120 keer zoom en dan kunnen we het toch nog goed zien. Gij zult niet breder bouwen dan 4,5 meter. Gij zult niet drinken uit flessen van glas. Gij zult geen piepschuim verstrooien. Gij zult geen gebruik maken van motorische hulpmiddelen. Gij zult geen gasflessen gebruiken. Wij vinden dus alle regels een beetje betuttelend voor met de optocht. En daar willen wij een beetje reactie op los krijgen. Vandaar. Gij zult uw muziek niet harder dan 100 dB laten horen. Beetje ludieke reactie op alle regels die er komen en... Ja, en overdreven zijn, vinden wij. Hey Willy, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het schilderen bij mijn clubje. Ja, ik kom één dag, één avond kom ik altijd een beetje mee helpen hier. Maar ja, ik had vorige week al een keer gedaan, dus nou moet je de finishing touch nog. Hè. Ik mag nou het fijne werk ook voor doen. Dus was altijd grote vlakken. Ja, dames en heren, u bent vandaag getuige van de prins die op zijn bek gaat. Hij kan er dus helemaal niks van. Hier, kijk, net een hamster. Hier, dat dak over de kop. Oh! Hij draait soepel, zegt hij, ja. Hé, hey, leg eens uit de wagen. Wat zit er allemaal op? Wat stelt het voor? Nou, dit is dus... De camera blijven kijken. Dit is een driewieler. Daar staat een beetje symbool dan voor kinderlijk. En, zoiets, ja. En dan zit de potter er bovenop. En dit is de potter dan. En dan komt een lichaampje erbij. En dit zijn gebotsborden. En dan komen wij trekken wij allemaal babypakken aan. En zo beelden wij het uit. Gij zult geen alcoholische dranken nuttigen. Doe er hier niet aan mee. Dan kun je bij Telleman rechtsaf. Dat wordt veel lachen. Dat wordt een ballen. Zat de tijd, hè? Eén laagplek, tijd zat. Komt goed. Goed georganiseerd, goed georganiseerd alles. Kerstvakantie. Zot gefrotten zit ik in ieder geval ook bij de top 3, als ze hem afkrijgen. En jongens, die jaar wel de wagen bewegen, hè, want dat is elk jaar niet goed. En de top 3, denk je dan zot gefrotten weer gewoon 2 of niet? Nee, ik schat ze hoger in de jaar. En dan is het maar 1,5 of 1, hè? 1. Ja. Hey, en 2 René, want jij hebt er al een paar gezien. Onlingspanband. Orlingspanbaand. En die bouwen in? Henk Wurst Kessel, Orlingdol. Ah, kijk, ja, daar weet de prins nog niet eens. Weet ik het niet? Nee. Ik moet nog meer op die optocht gaan lezen. Hey, en 3 hier, René? Voor elkaar. Voor elkaar. Dus eigenlijk wel een beetje de traditionele 3-4 van de afgelopen 3-4 jaar. Ja. Alleen ja, jammer dat je weet ook nooit niet meedoet. Ja, ja, daar moeten we zeker even smellen. Je weet ook nooit. Vorig jaar 5 is geweest. Gigantisch mooie wagen. Ook een heel aparte stijl. Maar ik doe hierbij een oproep. Je weet ook nooit. Volgend jaar ben ik er gewoon weer bij. Bami, geloof ik, hè, heet hij. Bami, ja. Bami moet gewoon weer gaan bouwen. Dan komt het allemaal weer goed. Het is niet echt dat ik zeg van arbotechnisch verantwoord, zou ik maar zeggen. Hij ziet het gelukkig niet. Wie, hij? Hij, ja. Oh, hij, ja. Kevin. Ik zei net al, ik zeg dan maar hopen dat ik hem verlies, dat ding, of niet? Dag.
lawines op zijn bek. Hij staat altijd bij de vijver en hij rukt zich eigen gek. Die lawines op zijn bek. Heel goed uit de vieren en naar de vijver toe. Maar eerst nog even rukken, daarvan wordt hij niet moe. Hij neemt een bakje brood mee, dat eet hij onderweg. Dan gauw nog even rukken, daarnaast die groene heg. Rienus, Rienus, Rienus de ruk aan Bouten. Niet kan slapen, heb je pech, want ik ben een kikker. Oh yeah. Ik ben groen, ik ben glad, gelijk een beetje op een pad. En in verspringen ben ik de nummer 1. Ik ben snel, ik ben bloot, ben geboren in de sloot. Kijk eens hier, zoals mij is het geen één. Namens de stichting wens wij u veel plezier bij het bekijken van de veiligste optocht van Nederland. Prachtige optocht uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst of komen niet meer voor in de toekomst. Oh.
Als jij de foto hier wil zeggen. Dat kan toch niet? We hebben een foto hier. Echt. Ja, dan moet je iets kijken. Dat is niet. Zeer deskundig juryrapport zie ik.
toezeggen. Dat voor mij steeds moeilijker werd. Omdat er mensen bij waren. Hoe zit het los op de kool? Ik zeg, nou, als het aan mij reed, hoef ik niet meer. Maar goed, ik heb een lijstje moeten maken. Moeten maken. Van de Antoch.nl. En net al enigszins moeten kosten. Ik weet niet of jullie wilt horen wie de derde en tweede en eerste is geworden. Willen wij dat weten of niet? Dat willen wij niet weten. Derde wel. Derde moet ik zeggen, een schitterende creatie van de Dudouwers. Op en neer. Meer wil ik niet weten. Ja. En dan een schitterende creatie van een Naudi. Alles bewoog. En dan geef ik mij niet om het alles bewegen. Ik vond het gewoon mooi om te zien. Dan wel meer Assad. Dan krijgen wij de Lasnie-bokaal. En daar vind ik dan wel schitterend om te zien. Het waren hele simpele bewegingen. Eerlijk gezegd waren het twee bewegingen. De beweging ver op het bord. En de beweging met een kruislinkse wip. Is eigenlijk nog nooit vertoond, beweging op de trekzaam. Het was inderdaad uniek. Heel goed gestudeerd, heel goed gezien. En André, doe jij zelf even de prijs overhandigen? André, of jongens, ja, lomper kan niet, zou ik willen zeggen. En een van is er van ons, en een ander denk ik bij mij, ja, die hebben we. Thank you.